In het seizoen 62-63 werd PSV heel verrassend kampioen van Nederland. Ten koste van Ajax, dat de gedoodverfde favoriet was. Afgelopen donderdag kwam het hele gezelschap weer eens in een reunievorm bij elkaar. En er was genoeg om bij te praten. Kent u ze nog? Jan Renders en die kleine Gerard Hoene. Dat is Piet Giessen, hij was vroeger aanvaller. En hier aan een drankje Tijn van Lier, Lambert Maassen en Luc Chatrou. En dat is natuurlijk Fons van Wissen. Dit is Kees Heerschop. En daar nog een keer Gerard Hoene, Miel Pijs en Gerrit van Tilburg. En dat is Gert Bals, de keeper. Miel Pijs legt uit wat er nou zo bijzonder was aan dat kampioenselftal 62-63. Het was een geweldig elftal. Ja, zeker om kampioen te worden tegen Ajax met 5-2 te winnen. Ja, dat was geweldig. En wat het elftal betreft was, ja, ze hadden echt een hele goede voetballers in. Hele goede verdedigers, middenveld. Goede scoring, Lambert Maassen, 2 goals gemaakt, of 3, ik weet niet precies. Ja, was goed. En trainer, ja, Bram Appel, was echt een trainer van de tegenaan. 10 keer schieten, 1 keer raak. Dat deed hij zelf ook. Was gewoon, ja, Ajax was de ploeg. En wij werden kampioen. Toch? Dat was goed elftal. Ja, dat was een homogeen elftal. Fantastisch. Je was de centrumspits, toen heette dat mid voor. Ja. Een beetje te vergelijken met de Toyfoners en de Koevermansen van nu? Ja, ja, Koevermans, ja, een beetje Koevermans-stijl. Ik was niet een geweldige technicus, maar ja, ik ging er altijd voor. Ik was gewoon een vervelende spits. Je kunt dat niet vergelijken met op de dag van vandaag. Maar alleen als je de entourage ziet, dan ben je al niks meer waard, vind ik. Hè. Was dat een heel technisch elftal of een werkelftal? Nou, beide. We hadden werkspelers erin, maar we hadden ook technische spelers erin. Ja, absoluut. En in deze tijd speelde je wel een heel ander systeem. Waardoor je ook veel technische spelers eigenlijk nodig had. Dan speelde je met een rechtsbuiten, een rechtsbinnen, een spits, linksbinnen en linksbuiten. Dan had je 2 man in het middenveld en 3 man achterin. Dus er was wel een heel verschil tegenover vandaag. Ja. Hoe bijzonder is het dat jullie kampioen werden? Want Ajax was de heersende macht toen. Ajax zou kampioen gaan worden. Ik denk dat we zo moeten zien wat Piet ook zegt. Er waren bepaalde jongens die werkten voor de rest. En dan werd niet gevraagd, doe je dat? Dat deed je gewoon omdat je het graag deed. En dat is het verschil. Vragen we vandaag eens aan een jongen, hey, lopend 50 meter van mij. Dan zegt hij, hier, je bent niet meer normaal. Maar dat was toen heel normaal. We waren natuurlijk flink opgebrand tegen Ajax. Dat was altijd bijzonder. En bij de derde of de vierde goal, toen werd ik aangerand door, hoe heet die, en die werd door Leo Horn of, nee, die andere scheidsrechter, werd hij uit het veld gestuurd. En dan speelden we toen tegen 10 man. Was toen geen rode kaart, was gewoon een mededeling wegwezen. En de kampioenen uit 62-63 keken naar PSV Kopenhagen, maar hadden het vooral over alle belevenissen van toen.